dames en heren. Bij de première is het eigenlijk de eerste voorstelling. We hebben wel een try-out gehad van Vertel het hen van lief en leed en dromen. En het toneelstuk is geschreven op basis van interviews die wij gehouden hebben met Schiedammers. En op basis van de boeken die we gelezen hebben. En de brieven die vooral de eerste generatie Turkse gastarbeiders naar huis hebben geschreven. De voorstelling Vertellen hen van lief en leed en dromen is gemaakt in het kader van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije. Maar tegelijkertijd hebben wij vooruitgekeken naar volgend jaar. En volgend jaar staat het in het teken 2013 van 50 jaar migratie in Nederland. En de voorstelling zegt een combinatie van de betrekkingen Nederland-Turkije, 400 jaar, maar ook de 50 jaar migratie, eerste gastarbeiders die naar Nederland kwamen, die hier in Schiedam kwamen. Gelecektin, gelmez oldu, halimi sormaz oldu, yaralarımı sarmaz oldu, yokluğunda Kijk, ik heb nog een hele oude brief gevonden. Zo, bijna 50 jaar oud. Kun je die ook vertalen? Zal proberen. Geliefde mama, hoe gaat het met je? En gaat het met de kleintjes? Kan Noor al een beetje lopen? Van mijn eerste loon heb ik schoentjes voor haar gekocht. Ik hoop dat ze passen. Ik zie haar stralende gezichtje steeds meer voor me. Twee maanden ben ik nu al hier in Schiedam. Het is hier anders dan u me vertelt, mama. Het is het Wilde Westen niet, al zijn er veel ongelovigen. En alles is van steen. De huizen, de straten en overal staan lichtpalen. Gelukkig verdwaal ik niet meer. Ik woon met nog 11 Turken in een huis, bij Nederlanders. Met 4 op 1 kamer. 2 snurken, mama, erger nog dan oma. Aysun, je weet het. Je mag nooit met die jongen praten. Wij vertrouwen jou wel, maar de buren, Aysun. Je mag nooit gezien worden met hem. Nooit. Sakın. Ga eens even met twee benen op de grond staan. Je ellende belinden, check bakayım. Maar mama, dat staat niet fijn. Het gaat in het leven ook niet of het fijn staat. Het gaat erom dat je correct staat, dat je goed bent. Het gaat erom dat wanneer jouw schoonouders jou voor het eerst zien, meteen denken, dat is een correct meisje, dat is een nette meid, die praat goed, die staat goed. Niet met en... knieën over elkaar heen, maar naast elkaar, altijd glimlach op de gezicht. Niet te stralend, maar bescheiden, bediening moet goed zijn. En je moet je gewoon in allerlei gebieden verbieden, anders wat moeder, anders hoeven ze me niet. Ik denk dat het nu tijd is dat ik de microfoon loslaat. Saçma aynene
Thank you.